Het is alweer een tijdje geleden dat we te maken hebben gehad met een wat koudere periode. En dat is gunstig geweest voor ons gasverbruik. Ook rondom de jaarwisseling was het zacht met veel wind en vaak weinig zon. Maar dit gaat de komende tijd allemaal flink veranderen. Vrijdag is het eerst nog wisselvallig met vrij veel wind. Zeker aan zee staat een zeer stevige zuidwesten tot westenwind, wat weer gunstig is voor de opbrengst van de windenergie. De zon die gaan we tot en met zaterdag nauwelijks zien. Vanaf zondag breekt die wat vaker door en zeker maandag kan die op veel plekken in ons land uitbundig gaan schijnen. Ja, dat is natuurlijk weer gunstig voor de opbrengst van onze zonne-energie. Als we dan naar de temperatuur gaan kijken, dan zien we dat het op vrijdag nog relatief zacht is met maxima van 5 tot 8 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink inleveren. Koudere lucht stroomt ons land binnen. Zondag aan maandag liggen de maxima zelfs rond het vriespunt. Ja, dat betekent dat we met z'n allen toch wel veel meer zullen gaan stoken. Als we dan naar de lange termijn gaan kijken, dan zien we dat zeker de eerste dagen van de nieuwe week echt koud gaan verlopen. In de nachten is vaak sprake van matige vorst. En ook overdag komt de temperatuur nauwelijks of niet meer boven nul uit. Ja, dat betekent dat ons gasverbruik toch wel echt hoog blijft. Kijken we naar de zon, die schijnt vaak uitbundig. Het is zelfs meerdere dagen zon overgoten en dat betekent dat het gunstig is voor de opbrengst van de zonne-energie. De wind, ja, die is op de lange termijn vrij normaal of zelfs juist wat minder dan normaal. En dat is dan weer iets ongunstiger voor de opbrengst van de windenergie. Als we gaan kijken naar wat het weer doet in de loop van de week, dan wordt het wat onzeker. Maar er bestaat een kans dat het vervolg van het koudere weer wat langer aanhoudt. Kortom, de eerste paar dagen is het nog even zacht en wisselvallig. Maar in de loop van het weekend raken we dit zachte en wisselvallige weer kwijt. De zon gaat schijnen, maar het wordt ook echt flink kouder, waardoor we dus met z'n allen waarschijnlijk wat meer gaan stoken. Tot de volgende keer!